Fucking ja, ik denk, doe mijn masker af, dat zag er zo eng uit voor iedereen. Ik vind dat zonder masker eng hoor. Kijk, je ziet mijn ruggengraat. Zo dun is de pakkie. Ik ook. Zie je dat? Je hebt er tenminste één. Auw, mijn bril! Nee. Is dat waar ik bij mijn geld af kan geven? Krijg je dat voor elkaar? Nee, dat is goed. Je hebt tenminste een ruggengraat, Erik. Hij is niet sterk, ik weet je. Ik heb het afgeven, ik wil hem dit maken. Ja, kijk eens. Yo. Voor wel. Ja, maar wat doe je? Je hebt toch zelf? We doen toch gewoon met de nieuwe systemen? Wij zouden niet zo van gang zijn. Oh, pardon. Oh, is het pardon. Lelelele. Veel happy. Oh. Oepsie. Oepsie. Maar waarom dragen jullie groen, man? Groen is lelijk. Ja, groen is echt raar. Nee, maar kijk hoe je er zelf uitziet. Ho is. Groen is echt lelijk. Ik kan beter groen geel is echt lelijk. Kan beter geel dragen. Ik ga de hele toppenplukjes even aanpakken. Nee. Ja, wat? Nee, niks in. Nee. Ho. Shit, wat wil je doen dan? Geef die tire-refs. Ik heb geen tire-refs. Wat gaan we doen? Tire-refs? Zullen we eens een keer rijden, Inge? Oh, nu ga ik even. Ja, mag. Top, kom, waar staat je auto? Ja. Ik heb geen auto bij me. Oh, kom maar mee dan. Dan hebben wij dan. Ja, hij wil mij boeien. Wat moet ik doen? Naas. Wat is er? Ja, kom. Wat gaan we doen? Hè? Wacht even. Kan die open nu? Ja, dat kan ook. Ik heb je nodig, Inge. Sla maar in. Waarvoor? Ik weet niet wat aan de hand is. Ja, voor motorritjes, of wat? Mm. Ja. Zo. Ik zit. Wacht even. Wat gaan we doen? Nee, even een gezellig ritje. Oké. Ik hoop dat je kan zwemmen. Mhm. Huh? Hey, wil jij Roy even bellen? Roy bellen? Wat doen? Waarom? Nou, even zeggen dat we op zijn minst 10 donuts van hem willen als hij hier nog vanavond naast je wil liggen. Wat? Roy naast me liggen? Ja, bel Wouter dan, kan mij het schelen. Bel iemand. Oh my politie. God. Hé. Hey. Jongens. Hey. Ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar ik word volgens mij meegenomen. Nee. Vrijwillig ga je mee, toch? Waar ben je? Ik weet niet waar ik ben. En GPS. 10 donuts, zeg maar. 10 donuts. Mag je me terug hebben? Vraag me of ze ermee akkoord gaan. Voor 10 donuts mag je me terug hebben, zeggen ze. Waar zijn ze? Ik stuur wel GPS. Yo. Deze is je communicatie afgepakt, Inge. Meneer, ik denk niet dat ze 10 donuts waard is. Nee, ze willen blijkbaar niet eens betalen voor. Dat is wel heftig dit. Kom, gaan we richting BP, zet ik jou af, ga jij onderhandelen, goed? Ik krijg zo'n moordneigingen van jullie. Oh, is? Oh. Say what now? Wacht even. Wacht maar. Wil je je baan nog houden, of wat? Hoppa. Go. Sorry, helemaal. Wat is dit nou weer? Ik heb geen communicatie, niks meer. Want toch gaat mijn telefoon af. In mijn hoofd. Hoi. Hey Inge, wat ben je aan het doen? Weet ik niet. Ben meegenomen? Ik hoor wat verontrustende berichten. Mhm. Ik ben meegenomen net. Moeten we ons zorgen maken? Ik ben uit de auto geduwd. Ik ben al alleen ergens gedumpt. Oh, stuur even je locatie, dan pikken we je op. Ja, is goed. Goed. Oké. Okay. Tot zo. Kwallen. Hey,
Hier, BMW express mijn auto aan. Wat is er gebeurd? Ze hebben me meegenomen, mijn communicatie hadden ze afgepakt. Wie? En Derek en Linda. En daarna hebben ze mij uit de auto gegooid. Die hebben het aangehouden. Die hebben mij daarna de auto uitgegooid. Ja. Stap jij in de auto? Ja. Schiet hun banden gewoon lekker, fuck it. Ja, maar ik heb helemaal niks meer bij nu. Ja, ik heb alles in de auto, in mijn appartement. Ze zijn hier net weggereden, maar waarom doen hun zulke dingen? Dat mag helemaal niet. Nee. Het is een fucking overheidsbaan. Ik moest instappen, ze hadden mij niet geboeid of zo. Wel communicatie afgepakt en ze wou mij ruilen voor 10 donuts. En aangezien er geen reactie op was, zei ze... Of ze vinden jou niet zoveel waard. Dus voor 10 donuts komen ze je waarschijnlijk niet halen. En toen hebben ze mij dan naar de auto uitgeduwd, zijn ze keihard weggereden. En ik dacht dat we vrienden waren. Nou, dan kijken we toch even waar ze zijn. Grote kans dat ze op Blokkenpark zijn. Moet ik mijn wapen pakken of niet? Ja. Ja, jij bent net gegijzeld, dus je moet je wel veilig voelen, toch? Ja, ik wil me wel veilig voelen. Ja, deze appartementen. Ik pak het nog doen. Hop. Mooi. Ja, rustig. Gaan we ze met z'n allen gijzelen dan? Ja. Veel. Wij willen 100 donuts. Ja, we willen 100 donuts. Nou, ja, ik heb liever 100 zakken chips. Maakt niet uit. Laat mijn wapens liggen. Ik heb ook zo'n zakken chips. Ik tril helemaal. Tegen mij is. Wat doen? Gaan we ze neersteken? Ja. Mag dat zomaar? Ik weet het niet. Kunnen we langs de PP, dan pak maar even mijn eigen auto, want we zitten wel echt vol in deze auto. Ja, wat is ze klemmer gezet? Ah, maar we wisten niet dat het waren. Nee, ik denk Donut, Dirk Donut is een hele lieve man. Ja, dat dacht ik ook. We hebben zoveel leuke motorritjes gehad. Maar hadden ze net gewoon echt bizar snel klem gereden? We hadden ze echt? Al. Ik weet ook niet waarom ze het deden, ik bedoel... Maar ja, ik denk Dirk Donut, die doet geen vlieg kwaad. Maar waarom? Nee, overkant Blokkenpark. Ik heb ze helemaal niks gedaan ook. Hey, snapte? Oh, staan op het dak. Rijd door. Pak mijn auto. Staan op het dakje bij Blokkenpark. We kunnen ze insluiten. Ja, maar... Verder. Oh, nee, die is naar mijn auto. Nee, wat? Dit is toch jouw auto, of niet? Ja. Wat is er? Lukt het met die snelheid? Nee, eigenlijk niet. Heftig. Hey Kees. Daar staan ze op het dak. Hi. Daar. Oh, daar zo. Ja. Wat is Roy aan het doen? Moet hem niet helpen? Ja, nee, hij gaat de verkeerde kant op. Je moet hier het dak op. Oh. Moet ik ze... Maar... Oh, ja, dan heb ik echt een probleem. Kom mee. Mag ik ze zomaar neersteken dan? Ga je ze lul van het dak afgooien of zo? We gaan nu met z'n allen hier naar boven toe. We gaan ze van het dak af laten springen. Niet onder mijn rokje kijken, alsjeblieft. Dat doe ik niet. Oké. What the fuck? Ik ben er nog nooit op geweest. Wauw. Nooit. Hoi, man. Zie je nog waar ze zitten? Of? Ze zitten op het dak bij een van de gebouwen. Ik weet niet welke. Ja. Gaan even hier rondkijken. Mm.
moet hier ergens zitten. Ook nog I love you sturen. Ja, ze zit hier ergens. Loopt die daken na. Alle daken. Ja, één van de daken waar je op kan. Ik weet niet welke. We hebben ze. Waar? Over hier? Oh fuck, nee! Linda? Bij de watertoren. Kom op, hup, hup. Linda? Ontboei Linda even. Jij gaat mij nu even beter maken. Ik ben niet in dienst. Heb je geen pleisters bij je? Nee, dat mag niet, hè. Er komt een agent naar boven. Ik doe nooit iets wat niet mag. Holy shit! Dus er komt een agent naar boven. Yo. Wat doen we? Ik zie dat echt niet, hè. Serieus? Doe oh deze. My. Had ik maar wat opvallends aan, dan had ik het gezien. Slapen, allemaal slaap doen. Sleep. Sleep. Slash me sleep. Liggen, 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 liggen. Nee, de agent heeft mij liggen. Agent! Kees! Help, word ontvoerd! Hier zitten ze. Wat help is hier aan de agent, wij hebben een burgerarrest nee, gedaan. Nee. Ja. Oh, hey. Wij hebben een burgerarrest gedaan. We hebben ze geholpen. Nee, je bent helemaal gek. Nee, vraag maar aan Inge. Jawel, nee, ja, maar. We hebben ze geholpen. Door die vieze wikkend rossen. Ja. Vraag het maar aan Inge. Stil blijven staan. Handen omhoog. Iedereen handen okay, omhoog. Knieën. We gaan eerst eens praten. Wat gebeurde hier? PTG, TG. Nu, iedereen gaat knieën. Heel snel. Het schieten. Meneer heeft een vuurwapen op zak. Oh. Hey, wij hebben net bericht gekregen. Inge is net gegijzeld. Ja. Klopt. Dat is valse informatie. Ja, inderdaad. Nee, wij waren een rondje aan het rijden en Inge wilde eruit, dus die hebben we er gelijk uitgelaten. Toch, uitgegooid, Linda? Op straat. Ik ben op straat eruit gegooid. Welke meneer heeft een vuurwapen? Deze meneer. Ik weet niet waar het over gaat. 8 heroïne op zak en hij heeft een pistool. Ik dacht dat ik hem ook er net om zag trekken, namelijk. Nee. Die gevaar trok iets achter de rug vandaan. Nee, serieus. Helaas snap jij ook wel dat het zo gaat, hè? Rijtsing, wordt het ook gepakt. Goed. Meneer, nou, je wordt gearresteerd door de wapen en munitie. Ja, we hebben net gegijzeld. Door. We hebben net Inge gegijzeld. Dit hier mensen in het roze? Door deze... Gezien, die, nou, volgens mij moeten we eerst even dit gesprekje aangaan met deze twee... Je mag voor me kijken, hoor. Ik heb niks bij me. Hoe is dit gebeurd? Ik ben ingestapt. Ze hebben mij niet vastgebonden, hoor. Maar ze hebben mij eruit de auto gegooid. Nou, gegooid. Ik deed dus gegooid. De open, ja. Gegooid. We gaan in ieder geval een proef doen bij iedereen, omdat dan weten wij... Ik hou van je, dat weet je toch? Derek? Ja? Waarom? Dus ik denk dat dit een heel groot misverstand is. Als we nou allemaal geen aanklacht indienen, dan hebben we geen zaak, toch? Nee, dat is waar. Madelief? Ja? Je hebt ook een heavy pistol op zak. Kan jij hem pakken? Hè? Sorry? Verdomme. Jongens, als we nou allemaal de aanklachten laten in... Gaan we dit nou serieus menen? Jongens. Helaas wordt iedereen gefouilleerd, PTVG. Die mevrouw ga je niet fouilleren, die fouilleer ik wel. Oké, prima. Wij komen ter bescherming van die onschuldige dame. Dus ze zijn het wij ze hebben mij beschermd. Ja, dat begrijp ik, maar ze hebben toch een wapen op zich. Heeft een scherp voorwerpen. Sorry, wat zei je? Nee, die hebben zelf helemaal niks bij, joh. Heeft een scherpe voorwerpen op waar ik maar kan baseren? Misschien. Misschien, wat is de misschien? Wat heb je op je? Een mesje. Niks anders dan een mesje? Ja, zoals de aardappel toen we het nee. Je kan eerlijk met me zijn, hè? Wat heb je op je? Ik heb niks scherps bij me, als dat mesje. Redenering voor het mesje? Uit zelfbescherming, ik word vaker gegijzeld. Ik voel me niet veilig hier. Neem je afstand van het mesje? Blonde dames zijn populair in de stad. Ja, ik neem afstand van het mesje. Maar ik voel me gewoon niet veilig. Als u het mesje aan mij geeft? Nee. Oké. Dan hoef ik u verder ook niet aan te raken vanwege de traumatiserende ervaring die u zojuist mee heeft gemaakt. Alsjeblieft. Mij gaat die alien springen. Dank u. Ik denk het ook. Ja, die heeft geen kans, die zit in de boeien.
Goed, laten we zeggen, iedereen mag vrij, behalve die twee heren, die gaan even mee naar het bureau. Kees, alsjeblieft. Kees, alsjeblieft. We gaan zo meteen bij HB alles uitleggen. Weet iemand nog wat er gebeurd is? Ik niet. Alsjeblieft. Helaas wordt de wapen- en munitiewet nog steeds afgehandeld. Deze mannen hebben het voor mij opgenomen. Ze zijn geforceerd om de handeling te ontnemen, omdat er een vuurwapen zojuist is getrokken, werd iedereen gefouilleerd. En ja, de heren hebben een vuurwapen op zich. Ben je nou dubbel geboeid? Wet, wapen, munitie. Handen en voeten. Dat neem ik er wel mee. Ze zijn nog steeds verplicht om te handelen, helaas. Maar ik voel me nou echt heel schuldig. Dat begrijp ik, maar u hoeft er niet schuldig te voelen. De heren hebben een vuurwapen op zich, dat is hun eigen fout. Voor mij, voor mij. Laat ze eerst naar beneden klimmen, alsjeblieft. Voor mij. Zal ik het gewoon proberen? Nee. Doe maar niet, proberen. Kom hier. En dan worden jullie daar ook nog voor beloond. Hoi. Sorry. Weet je wat het is, Inge? Het is once een crimineel, altijd een crimineel. Ja. We gaan maar we zullen vaker onderschuldigen. Jij bent niet klaar, Dirk. Jij bent volgende keer aan de beurt. Jongens, ik dacht dat ik meneer, als u nou nooit dat vuurwapen achter uw rug had opgetrokken, hè? Nou, maar als wij horen dat er iemand gegijzeld is geweest, dan begrijp je wel dat we niet... Ja, laat ons het dan afhandelen, meneer. Kunt u opstaan? Ja. De kip was eerder dan mij. Zit jij nog steeds in de boei? Ja, ik zit nog steeds vast. Mijn linkerheup is doof. Inge, het spijt me. Het was allemaal een groot misverstand. Ik voel me zo kut. Ik ook nu. Ik voel me zo kut. Ja, ik ook. Maar zit jullie nu uit? Sorry? Nee. Die moeten we hier beneden. Wat? Wat is er gebeurd? Heb jij geschoten? Nee. Wat is er gebeurd? Wie heeft er geschoten? Ja, maar wie heeft er geschoten? Ja, weet ik niet, ik niet. Wat? Hebben Linda en Dirk een wapen? Nee, toch? Wat? Oh, dat kan ook gewoon tegelijk. Wat? Ik hoorde een serieuze schot. Ik hoorde... Wat? Wat? Holy sh... Ja, ga van die ladder af. Ga ergens achter zitten. Oh my god. Gooi. Hoi. Ja. Wat gebeurt hier? Dat weet ik veel. Boven, we kunnen hier niet wel. Hoi, ik ga kijken. Wat heb je er gedaan? Ja, niks! Wat? Ik hoorde schoten, Dirk! Ja, ze kregen ons niet uit de boeien, dus dacht, als ik je omleg en reanimeer, dan gaat het beter, zeg maar. En dus waar is Sargent? Weet ik veel, ik ben helemaal van me apropos van wat hij zojuist heeft afgespeeld. Wat? Ik dacht, even gezellig, we nemen je mee voor de grap en moet je kijken wat er gebeurt allemaal. Roy klonk ook heel blij. Ja, alles voor de gezelligheid, zullen we zeggen. Hé, hey, fijne avond! Fijne avond. Zo, de... Ik geloof er geen... Ik geloof er niks van. Mensen, waar zijn jullie allemaal? Ik ben dicht bij het Blokkenpark. Ik ga nu even het dak op. Volgens mij is er iets niet goed gegaan. Wat met de club, zeg maar. Wat? Ik oh ja. Ik hoorde dat er al werd geschoten. Oh my god. Roy of Dennis, ik sta op het dak. Volgens mij is de agent vermoord. Niet dat ik zo meteen de lul ben. Fuck.
Amber! 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 Wat gebeurt er? Amber, er is een agent doodgeschoten. Wie? Dadelijk krijg ik de schuld ervan. Die mevrouw? Ja. Die liep gewoon beneden. Waarom ligt er een bloedplas boven dan? Weet ik niet. Ik zag welkom mevrouw bedoel... Ik word geschoten. Ik hoorde schoten, Amber. Kan je mij even beter maken? Of ben je niet meer in dienst?